Kun je organen buiten je lichaam kweken? Het klinkt misschien als een science fiction film, maar dit kan. Met behulp van een ontdekking die hier gedaan is in Utrecht. Organoïden. Organoïden zijn een soort mini-organen. Door stamcellen uit jouw lichaam te halen en deze buiten je lichaam verder te kweken, ontstaat er een klompje cellen, een mini-orgaan. Deze mini-versie van je orgaan reageert bijna hetzelfde als je echte orgaan. Met zo'n mini-orgaan kunnen we eenvoudig buiten het lichaam testen hoe jouw hele orgaan op het medicijn reageert. En zo zetten we flinke stappen richting medicijnen op maat. Neem bijvoorbeeld taaislijmziekte. Een zeldzame, ongeneeslijke ziekte waarbij slijm in het hele lichaam te taai is. Hierdoor werken organen, zoals de longen, niet goed. De huidige medicijnen hiervoor zijn erg duur, worden vaak niet vergoed en slaan niet bij iedere patiënt aan. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben daarom van een aantal patiënten met taaislijmziekte minidarmen gekweekt. Door verschillende medicijnen op deze minidarmen te testen, kunnen we nu per patiënt precies voorspellen welk medicijn het beste werkt. En dat alles in veel kortere tijd en tegen lagere kosten. Door dit onderzoek krijgen in sommige gevallen mensen met taaislijmziekte nu medicijnen die anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn. De mogelijkheden van deze mini-organen zijn enorm. We kunnen nu al vaker mensen helpen met gepersonaliseerde medicijnen en hiermee de kosten voor de gezondheidszorg verlagen. Maar we zien nog meer mogelijkheden voor in de toekomst. Van het verminderen van het aantal dierproeven tot het bieden van een alternatief voor orgaandonatie. Al 385 jaar werken het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht met elkaar en anderen aan een betere wereld. Samen bedenken we oplossingen voor steeds weer nieuwe vragen. Wil jij weten hoe? Kijk dan op morgenmakenwesamen.nl of doe mee aan een van de Lustrum-activiteiten.